Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is weer maandag en ik heb me gepoedeld en gedaan enzovoort. Het is 12:20. Astrid die komt weer. En ik was bezig een video naar YouTube te brengen. Ik had hem gisteravond voor 12 uur al naar YouTube gedaan om te uploaden. En nu, 11:45, was hij er nog niet klaar, stond hij nog maar op 25%. Ik had het met het nieuwe programma gedaan. Nou zeg, zo lang moet het niet duren hoor, dat wil ik niet. Nieuw programma of niet, maar dat wil ik niet. Dus ik ga hem opnieuw doen in mijn oude programma, gewoon in Videopad. Dat gaat vele malen sneller, nergens geen problemen mee. Enkel, ja, ik kan hem niet mooier maken dan dat ik hem nu had. Want hij was echt wel mooi geworden. Maar ja, dat gaat nou helemaal niet. Ik denk dat het door mijn pc zelf komt of zo, want ik ben hoog nodig aan een nieuwe toe. Maar ja, buiten dat allemaal, ik wens jullie een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de beestenboel. Ja, ja, die is druk aan het eten. Nog wat van gisteren, hè? Dus ik zal er zo meteen weer brokken in doen en dan heeft hij weer voor vandaag. En dan krijgt hij vanavond weer met vlees er doorheen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag. Maak er wat leuks van. En degene die weer werken moeten werken. Degene die naar school moeten, mijn schermpje wordt wazig. Hoe doen we dat? Ja, nog steeds wazig. Ja. En degene die weer naar school moeten. Ja, veel leerplezier. He, weer een nieuw schooljaar. Dus geniet ervan. Ik zou zeggen, tot de vanmiddag. Ja, ja. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, ze zijn al lekker aan het smikkelen en aan het smullen. Ook mijn prinsesje al daar, die is ook lekker bezig. En hier achter de deur is er ook eentje bezig. Zullen we even die deur open doen? Kijk, daar zit hij. Ook lekker te smikkelen en te smullen. Dus ja, het gaat allemaal voortreffelijk goed, of niet dan? Ja, en trouwens, nou moet ik even de klepje weer omhoog proberen te doen. Kijk, hem weer omdraaien. Zo, lieve vrienden. Daar waren we weer. Mijn haar zit nog niet als het, als het moet. Pech. Kan er ook niks aan doen? Nee. En als de diertjes klaar zijn, ga ik aan mijn eigen eten weer beginnen. Nou, ik had nog wat spersiebootjes over van gisteren met een gebakken sippeltje. Ik ga nou wat vleesje er doorheen bakken. Eerst bakken en dan er doorheen. Nou, dan heb ik wel weer genoeg. Ja hoor. Dat ik wacht eventjes keurig af. Het vlees is trouwens nog bevroren. Dat ga ik in bevroren toestand bakken. Ja. Boeit me niet. Nou, ik heb vanmiddag op Facebook gezeten. Want ik had het weer even druk. Ik had even een speciaal plaatje gemaakt voor kankerpatiënten. Een plaatje om te delen. En is toch wel mooi gelukt. Wat krijgen we nou weer? Even die openen. En dan zal ik het jullie laten zien. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen lezen. Dit hartje is voor iedereen die elke dag vecht tegen de ziekte kanker. Heb jij ook respect voor deze sterke mensen? Deel dit plaatje dan AUB. Plaatjes zijn er om te delen en aan de rechterkant staat mijn nickname. Maar ik zal hem nog even een keertje laten zien. Maar dan op een andere manier, want het is een gifplaatje. Openen met. Hup, Windows 7 gifviewer. En dan is het ja. Kijk.
nooit, hè? Ja, ja. Dus ja, daar ben ik mee bezig geweest vandaag, om dat klaar te maken. En nou zitten mijn diertjes dus lekker te eten en te smikkelen en te doen. En straks ga ik lekker smikkelen en smullen, ja. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik vlog morgen wel eventjes een reeks erachteraan, want ik heb nu maar 2 filmpjes, zover ik weet. Ja, want Astrid was er vanmiddag, nou ja. En ik was ook lang niet in orde. Ik heb aan de thee gezeten, kun je nagaan. Ik aan de thee, nou dat is het niet best. Ik drink altijd koffie, ik had nou thee, ik heb net nog weer een beker thee gehad. Lekker. Dus ja, dat ik zou zeggen, lieve vrienden. Tot later en geniet van jullie avond met de dingen wat jullie doen gaan. En voor later welterusten met mooie dromen. Gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer dinsdag. En we gaan kijken hoeveel het eigenlijk is. Oh ja. Hoe donker ik zijn. Het is vandaag de 28e, ja. Maar ik ben bezig om mijn pc op te starten. Dus, maar ik zou zeggen, een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik zit niet helemaal goed in mijn velletje. En de reden is dat mijn jongste dochter vandaag jarig is. En die ik al bijna een jaar niet meer heb mogen zien. Beslissing ligt bij de mentor. Die zegt dat mijn dochter mij niet wil zien. Nou, ze wil me degelijk wel zien. Ja. Maar ze is autistisch. En ze kan niet voor haarzelf beslissen. En overigens, ja, het was dus vandaag de 28e en we leven om 9:23. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik mag haar dus van haar mentor niet zien, maar ze is vandaag jarig en 31 augustus is het een jaar geleden dat ik haar voor het laatst heb gezien. Ja, nou, ik ga samen met mijn begeleidster, ga ik vanmiddag proberen te bellen en als ik dat neerleg, dan ben ik niet fout, want ik heb het recht mijn kind te spreken. Ja, en mijn kind heeft het recht mij te mogen horen, mij te mogen zien. Dan kan de mentor wel zeggen dat het zelf beslist. Nee, want een autistische persoon in het algemeen, die kunnen dat zelf niet beslissen. Dat wordt voor hun beslist. Ja, dat ik ben ook zo verdrietig en ook zo boos. Ja. Niet om op mijn meisje, nee, echt niet. Maar wel op die mentor. En die denkt dat ze mij maken en breken kan. Nou, ik kan haar maken en breken. Want ze is met mij nog niet jarig. Want ook zij had qua leeftijd een kind van mij kunnen zijn. Want ze is 2 maanden jonger dan dat mijn zoon Harald is. 2 maanden, heb ik dat goed? Oh, ja, dat heb ik goed. Dus, en die moet mijn kind weer verzorgen, dingen leren. Die nou vandaag 20 is geworden. Dat vat ik dus niet, hè? Nee. Maar het zal. Ik wens jullie nogmaals een hartelijk welkom, ja, en geniet van jullie dag. En daar zit mijn poesjebeestje. Hé, ja nou. En daar zit er eentje, iemand anders, nog een poesjebeestje. Hé, ja nou. Oh ja, meisje. Oh, is dat zo? Oh. En mijn hondje, nou ja, die is er ook, ja. En de rode, die zie ik nergens. Nee, de rode, die zie ik echt nergens. Maar hier is het hondje. Ja, nou. Ja. Mwah. Mwah. Dank je.
En maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is triest. Maar ik heb de deur wel open. Zien jullie wel? Ja. Dus dat gaat allemaal goed komen. De pc die doet het, de televisie die doet het. Ik ga lekker een broodje klaarmaken en koffie inschenken, was goed vouwen. Had ik al langer gedaan kunnen hebben, maar geen zin in. Ja, ben maar moe. Wie heeft dat nog meer? Dat ze moe zijn. Ik hoor zoveel mensen klagen. Dat ze moe zijn en ze zeggen allemaal, ja, het komt het weer. Nou, het zal, ik weet het niet. Ik ben ook bek af, ja. Soms dan denk ik van, kon ik maar op mijn bed blijven liggen. Maar ja, dan moet je een dag hebben dat er niks is en niks komt. En zometeen om 10:00 staat Rebecca weer voor de deur. En vanmiddag komt mijn persoonlijke begeleidster Sandra weer. Mijn andere begeleider, die heet Jack. Wat is dat voor een naam? Jack. Ik zeg dus ook Jack tegen hem, want je schrijft hetzelfde. En mijn mannetje was Jack. En vind ik ook veel mooier klinken dan Jack. Wat is Jack? Nou ja, oké, maar die heeft vakantie, dus die komt deze week nog niet. Vorige week was die niet, deze week is die niet. Andere week is die er ook niet, die week erop weer wel. Dus ja, komt allemaal verder goed, hopelijk. We zien wel hoe het reilt en zeilt. Ik zeg, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis van weg geweest. Mijn persoonlijke begeleidster Sandra had me mee uitgenomen, even een terrasje gepakt. En ja, toen kwamen ze ook zelf van haarzelf nog familie tegen. Dus die kwamen er nog gezellig even erbij zitten. Na die tijd hebben we eventjes wat gedaan voor mezelf, omdat ik... bij met iets wil overstappen en dat wordt dan geregeld ook. En daarna heb ik boodschappen gedaan. Een tas vol, zoals jullie zien. Het meeste voor de dieren, dat ik daar ook een voorraad voor heb. Dat ik even voorlopig, ja. Gewoon hamsteren, ook vanwege de wintertijd. Met gladheid ben ik dat liever binnen. Ja, als het al glad wordt. En heel extreem koud, want daar kan mijn gewrichten helaas niet tegen. En dan wordt het dus ja, gewoon binnen blijven. Voor mijn eigen veiligheid zoeken en ook mijn gezondheid, dat gaat toch voorop. Ja, het is nou lekker warm. Het is warmer dan ik verwacht had. Dat, ja, ik dacht dat het koud zou zijn, maar nee. Alles is behalve waar, dat het is... Heet eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet eens niet hoe warm het buiten is. Nou, toch nog 19 graden op de vlakte. Dus dat is toch niet zo warm. Maar hier in de bebouwde kom, in de stad en alles, is het warm. Bij de poort is het 25 graden. Dus ja, het komt... het is toch wel lekker. Nou, mijn hondje is natuurlijk ook weer blij dat ik er weer ben. Hey, mag dat? Hallo, mag niet. Ja, mag niet. Mag allemaal niet. Wat miauw. Wat een miauw. Hé, wat een miauw. Nou dan. Maar oké, lieve vrienden, ik zeg jullie een hele fijne namiddag nog en smakelijk eten en ja, tot straks maar weer. Ik zou zeggen, doei. Ja, lieve vrienden, ik was er weer eventjes om jullie even het een en ander duidelijk te maken. Ik had al verteld dat er een kind van mij jarig is vandaag. En daar ben ik verdrietig om. Niet omdat ze jarig is. Nee. Daar ben ik weer blij om. Maar ze is niet bij mij. Nee. Zij woont in Ede.
Pleeggezin is het niet meer, want ze is volwassen. Ze is vandaag 20 jaar geworden. Ik wil haar ook van harte feliciteren als ze ooit YouTube krijgt te zien. Ze is 20, ze heet Katja, ze heet eigenlijk Anatevka Katinka. Het is een hele mooie naam. Anatevka is naar die Russische musical Valik Schoutsmit. En Katinka is kleine kokette Katinka, naar dat nummer vernoemd. En de roepnaam is uiteraard Katja. En niet kat of wat dan ook, nee. Daar heb ik een hekel aan om mensen die een mooie naam hebben, dat af te korten naar kat of weet ik veel wat. Ze heet gewoon Katja. Zij is vandaag jarig, ze is 20. Ik heb vandaag al geprobeerd haar te bellen, maar of er wordt niet opgenomen of er wordt weggedrukt, ik weet het niet. Het boeit me ook niet, tenminste het boeit me wel. Maar ik hoop dat haar pleegmoeder CQ Mentor dit mag komen te zien. Dat hoop ik aan de ene kant wel. Dat mijn tijd nog komt. Want ik pik dit niet langer. Ik heb mijn kind, nou door haar toedoen, door de pleegmoeder dus, bijna een jaar niet gezien. Dat is 31 augustus, is dat een jaar geleden. Wat wordt er beweerd? Er is beweerd dat ik te veel over de dood sprak. Ho! Mijn dochter Katja, die vroeg aan mij, mama, waar is papa Jack? Wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik haar dan vertellen? Die kon niet meekomen? Nee, dat gaat toch niet? Want dan kan hij de volgende keer weer niet meekomen en die keer daarop weer. Dat is een leugen. Dat kind behoort ook de waarheid te weten, ondanks haar autisme. Maar oké, buitengesloten. Ik heb haar op een kindvriendelijke manier verteld waar papa Jack was. Mijn man dus. Dat was haar stiefvader. Papa Jack is in de hemel. Hij is overleden. Hij is er niet meer. Hij is bij onze lieve Heer. Ik heb mijn kinderen allemaal, en dat kan Karin beamen, christelijk opgevoed. Alleenig, wat ze ermee doen later, wanneer ze volwassen zijn, dat is aan hun. Mijn kind, Katja, die wordt dus nou zo niet opgevoed door die pleegouders. Daarbij, die pleegouders, die denken maar aan hunzelf en aan hun eigen kind. Want dat gaat voor. Dan komt mijn kind pas. En dat neem ik er heel erg kwalijk. Mijn tijd komt nog. Katja, lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. En ik hoop zo dat je volgende verjaardag bij mama mag zijn. Ik hou van je, schatje. Heel veel. Hoop je snel ook weer te zien. Dag lieve schat. Ja lieve vrienden, daar ben ik dan weer eventjes. Ondanks mijn verdriet en alles, ga ik mijn eten klaarmaken. En dat is tuinbonen en een gebakken schippeltje met gebakken spekjes. Dat lekker door elkaar heen hutselen. En ik ben laat, want er is weer het een en het ander een beetje gebeurd, et cetera. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik ga dat nou nog klaarmaken. Nou, dat is zomaar klaar. Tuinbonen uit een potje, dus ja, wat wil je nog meer? Enkeltjes, sippeltjes snijden en spekjes bakken, et cetera. Even met wat kruiden erdoor. En dan is het straks lekker smullen. En ik heb er verder geen vlees bij, dat vind ik niet nodig, want de spekjes zijn ook al vlees. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En voor daarna welterusten, lekker slapen, gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. En van mijn beestjes en van mij een dikke kus. Doei doei!